guys, welkom bij een nieuwe video. We beginnen vandaag de video met het openmaken van dit pakketje dat ik net heb ontvangen. Er zit niks spannends in ofzo. Er zit gewoon konijnenvoer in. Ik was naar een paar dierenwinkels geweest om dit konijnenvoer te vinden. En nergens hadden ze dat. Dus heb ik het uiteindelijk maar online besteld. En ik heb twee pakken normaal. Oepsie. Oké. Dit vind ik dus eigenlijk altijd zo nutteloos. Als daar van die dingen zitten bij iets dat niet breekbaar is. Ik vind dat echt nutteloos, maar goed. Dit is het voer dat ik nodig had. Gisteren is er geen vlog online gekomen, maar die kringloopchallenge waarbij ik dus op zoek ging naar twee complete outfits in de kringloopwinkel. En de reden waarom er geen vlog was, is omdat ik vrijdag de hele dag in bed heb gelegen. Omdat ik superveel keelpijn had, oorpijn, hoofdpijn. Dus ik kon helaas niet vloggen. En ik heb zo 2 of 3 video's al een paar weken geleden gefilmd, zodat ik die kon gebruiken als er een dag zou zijn tijdens Vlogmas dat ik gewoon niet kon vloggen, maar dat ik toch nog een video had om online te zetten. Dus vandaar dat er geen vlog was, maar ik denk niet dat het erg was, want ik vond die challenge ook wel leuk. En ik hoop jullie natuurlijk ook. Ik voel me vandaag nog altijd niet 100%, dus ik ga niet al te veel dingen doen. Ik heb nog altijd een klein beetje koorts. Maar er zijn wel zo'n aantal kleine dingen die ik kan doen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel van die kussentjes. En ik heb, zoals jullie wel weten ondertussen, heel veel kussenovertrekjes. En ik ga vandaag eens al die overtrekjes over die kussentjes proberen te doen. Die horen niet samen, dus het kan zijn dat sommige overtrekken te groot of te klein gaan zijn voor bepaalde kussens. Maar ik heb er normaal nog ergens liggen. Ja, hier heb ik er dus nog superveel. 1, 2, 4, 5, en 6 en 7. Ik heb er nog gevonden hier. Nog 5 stuks. Amai, dat zal zeker genoeg zijn. Ik ga een beetje muziek opzetten. En dan ga ik eens zien welk overtrek over welk kussen past. En hopelijk komt het een beetje overeen. Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of the homicidal maniac. Kussenovertrek en ik heb die eigenlijk gekocht zonder dat ik er echt een kussen voor had om erin te stoppen. Want dit is echt wel super groot. Ik heb echt geen kussen dat daarin past. Maar ik heb recent 2 van deze kussens gekocht. Die zijn gemaakt van bamboe. En die zouden ervoor zorgen dat ik minder pijn heb aan mijn nek en mijn schouders, mijn spieren en zo. En ik hoop dat als ik die allebei samen daarin stop, dat die dan dat kussenovertrek kunnen opvullen. Oh my. Oh my god, ik riep er niet uit. Oké.
Ik wist wel niet dat dat een plastic naar in zat gedraaid. Dat is echt nutteloos alweer, want het komt al in een verpakking. Ah, jongens, toch. Kijk, een grote zak. Jong, jong, jong. Oeh, dat is een plat kussen. Is dat de bedoeling? Of wordt dat nog dikker? Ik denk dat dat wel nog gaat opzwellen of zo, want dit is wel echt een heel plat kussen. Daar ga ik juist nog meer nekpijn van krijgen. Het zou wel perfect hierin passen. Want eentje is net zo breed als de helft. Dus dat zou wel perfect zijn. Ik ga ze er wel al in stoppen. Want dadelijk is het misschien moeilijker als ze al helemaal opgezwollen zijn. Voilà, dat is gevuld. Ik ga het nog even aan de kant leggen om op te zwellen. De kussens die ik hier nu nog allemaal heb liggen zijn veel te groot voor al mijn kleine overtrekjes. Dus dat is niet zo ideaal, hè. Dit zijn voorlopig alle kussens die erin passen. Ik heb nog een hele berg van kussens die gewoon te groot zijn voor al die kleine overtrekjes. Dus dat gaat jammer genoeg niet. Weet iemand hoe dat kan? Dus altijd als ik zo een USB-ding wil insteken, dan is er één kans op twee dat het de juiste kant is. En toch is het altijd fout. Jullie hebben ondertussen de video van gisteren natuurlijk al gezien. Maar op dit moment moet ik die nog editen en een thumbnail voor maken. Ik heb een edit snack. Ik heb wat rijstwafels van bij de Lidl. Het zijn mijn favoriete rijstwafels. Omdat ik ze... Ik vind de textuur gewoon echt goed. En daarop smeer ik iets heel ongezonds, maar wel iets heel lekkers. Deze duo spread van bij Albert Heijn. Dat is ja, gewoon chocopasta met twee kleuren. Een pot is jammer genoeg bijna leeg. Ik ga voor twee outfits gaan. Ja, dat was echt het grootste probleem de hele tijd toen ik die video aan het filmen was. Ofwel was er te veel achtergrondlawaai, ofwel... was wat ik zei gewoon niet luid genoeg op camera. Dus wat ik ga doen voor de volgende video's die ik zo ga filmen in de kringloop is... ik ga zo'n microfoontje kopen dat ik hier aan mijn blouse kan pinnen. En dan is hopelijk het geluid beter, want nu moet ik op sommige plaatsen ondertiteling erbij zetten, want anders kunnen jullie mij gewoon niet horen. Het is nu 3 uur. Ik heb net de video klaar en ik heb hem al geüpload en ingepland dat hij om 6 uur automatisch online gaat. Maar nu ga ik... Oei, waar is de sleutel? Nu ga ik even naar het tuincentrum om wat planten te kopen voor... op mijn kamer te zetten als ik die makeover ga doen. Ik begin me wel terug zieker te voelen. Dus als ik naar het tuincentrum ben geweest, dan ga ik naar huis. En dan ga ik in de zetel liggen en Harry Potter kijken. Want ik denk dat dit gewoon iets is waarbij ik even genoeg moet rusten. Ik heb alleen mijn kaart mee om te betalen, maar ik had... een kar nodig, dus ik had ook een muntje nodig, maar ik ben eentje gaan vragen aan de kassa. Ze hebben mij er even eentje geleend. Dit zijn mijn lievelingsplanten op het moment, maar ik ben twijfelen of ik er nog zo eentje zou nemen, want ik heb er nu al 2 van die op mijn kamer. Dus dat is misschien een beetje te veel, maar van die plant weet ik tenminste dat die goed stand houden op mijn kamer. Dat is altijd zo moeilijk om te kiezen. Deze lijkt er een beetje op, maar is toch anders. Ik ga zien hoeveel het die kost. 20 euro. Vind ik misschien wel een beetje veel. Want die is niet echt heel groot. En die wat ik heb, hoeveel kost dat?
27 euro. Maar die is wel veel, veel groter. Deze zijn bijvoorbeeld heel goedkoop. Die zijn maar 3 euro. Maar die blijven gewoon niet leven op mijn kamer. Want het is daar altijd heel koud. Best wel vochtig. En voor sommige planten is dat gewoon niet ideaal. En ja, ik geef hier natuurlijk wel geld aan uit. Dus ik wil wel weten dat ze overleven. Ik denk dat ik toch sowieso eentje van die erbij ga nemen. Ik heb momenteel voor deze gekozen. Want die is echt super groot. En die kost 27 euro. En ik vind dat nog wel meevallen op zich. Voor zo'n super grote plant. Vergeleken met die andere hier. Die kosten bijna evenveel. En die zijn echt super klein. Ik heb ook een aloe vera plant op mijn kamer en die doet het ook al 3 of 4 jaar heel goed. Dus ik heb er nog eentje daarvan genomen. We gaan terug naar huis vertrekken. Ik heb zoveel honger, maar tegelijkertijd heb ik ook echt geen zin om iets te eten. Maar ik heb naar mijn mama gestuurd om te vragen of ze mij wat bouillonsoep wil maken. Echt zo'n typische eten voor als je ziek bent. Dus ik denk dat ik dat straks ga eten. Mijn mama heeft groentebouillon voor mij gemaakt. Met zo'n kleine sterretjes pasta erin. Het is echt zo lekker en dat is echt een hele grote kom. Dus ik ga dat nu eten en hopelijk gaat mij dat een beetje aansterken. Maar ik heb hier de volledige reeks van Harry Potter. En elk jaar kijk ik die helemaal opnieuw. Ik vind dat gewoon echt de beste films die ooit zijn gemaakt. Ik maak niet uit hoe vaak ik die zie. Ik blijf dat interessant vinden. En ik ben gisteren dus opnieuw begonnen met de reeks. En ben nu halverwege de eerste film en die ga ik nu verder kijken. Ik ga niks meer doen vandaag, want ik voel me nog altijd zo heel zwak. Dus ik ga gewoon hier in de zetel liggen met Zara. Ze komt er nu aan normaal. Hallo! Zij ligt altijd bij mij. Mijn lieve, lieve Zara. Krijg ik een kusje? Oh, jij bent toch zo lieve, Zara. Dus wij gaan nu gewoon samen in de zetel soep eten en Harry Potter kijken. En ja, de video van vandaag was waarschijnlijk niet heel fantastisch entertainend. Maar zo'n dagen zijn er ook bij als ik elke dag vlog. Dus ik hoop dat jullie het toch nog een beetje interessant vonden om te kijken. Ik hoop dat ik mij morgen beter voel. En ik hoop dat ik jullie morgen zie.